Hallo beste kijkers, in dit filmpje wat eigenlijk een vervolg is op het vorige, gaan we nog eens kijken naar nog een paar andere hormonen en naar de werking van hormonen. Hoe kunnen die nou eigenlijk precies hun werking in die hele andere cellen uitoefenen? En dan beginnen we even met spijsverteringshormonen. Ook de spijsvertering wordt geregeld door hormonen, want die organen die moeten natuurlijk goed en soepeltjes samenwerken om te voorkomen dat er opstoppingen of juist diarree zou kunnen plaatsvinden. Of dat de organen de stoffen die allemaal in dat voedsel zitten niet goed verteren. Dat moet goed gereguleerd worden. En daar zijn dus een heel aantal spijsverteringshormonen voor die in de alvleesklier en de maag- en darmwand worden geproduceerd. We kennen bijvoorbeeld gastrine in de maagwand. Dat produceert of stimuleert dus de productie van maagsap. En dat is natuurlijk nuttig, want dat heeft dus een invloed als de maag uitrekt. Dan wordt er extra gastrine geproduceerd en dan wordt er ook maagsap geproduceerd. En dat is niet voor niks, want die maag zal natuurlijk uitrekken onder invloed van voedsel. Dan herkennen we nog secretine. Dat wordt door de wand van de twaalfvingerige darm geproduceerd. Dat zorgt ervoor dat de lever gal gaat produceren, wat natuurlijk belangrijk is als je vet wil gaan verteren. En het zorgt ervoor dat de alvleesklier natriumwaterstofcarbonaat gaat produceren. En dat natriumwaterstofcarbonaat is een basische stof. Het zorgt ervoor dat de pH van de darminhoud gaat stijgen. Normaal zal dat niet zomaar nodig zijn. Maar als er natuurlijk producten uit de maag komen, die net verteerd zijn, maar waar dus ook al dat zoutzuur nog in zit uit die maag, dan is die pH juist hartstikke laag. Dat is heel zuur. En die moet naar een ietsje basische pH moet die toe. pH moet ongeveer 8 zijn in de 12-vingerige darm. En daar moet dat waterstofcarbonaat eigenlijk, natriumwaterstofcarbonaat, voor zorgen. Dus dat is ook belangrijk dat dat in voldoende mate geproduceerd wordt. Als de inhoud van de 12-vingerige darm heel zuur is, dan kan dat hele ding wegbranden en dan heb je een fors probleem. En dan kennen we nog cholecystokinine. Dat wordt ook door de wand van de 12-vingerige darm geproduceerd. Het stimuleert de galblaas dus tot samentrekking, waardoor de gal ook echt afgegeven wordt aan de darmen, waardoor dus dan weer vetten kunnen worden geëngageerd. En het zorgt ervoor dat de alvleesklier enzymen gaat afgeven. Ook dat is natuurlijk belangrijk. Als er wat te verteren valt, zijn die enzymen van de alvleesklier heel belangrijk. Dan hebben we nog hormonen uit de nieren. De nieren zelf, en dan hebben we dus niet over de bijnieren, maar echt de nieren zelf. Als die weinig zuurstof krijgen naar hun zin, dan gaan ze EPO maken, een afkorting voor erythropoïetine. En dat stimuleert rood beenmerg. Dus de nieren zelf, die vinden dat ze te weinig zuurstof krijgen, gaan het rode beenmerg stimuleren om meer rode bloedcellen te maken. En die rode bloedcellen kunnen dan vervolgens natuurlijk weer heel goed zuurstof transporteren, waardoor die nieren hopen daar meer zuurstof van te krijgen. Dat is een belangrijke balans, want je zou kunnen zeggen, waarom maken die rode beenmergcellen niet gewoon altijd maximaal veel rode bloedcellen? Maar je kan het overdrijven. Het kost ten eerste natuurlijk energie ook om rode bloedcellen te maken. Maar ten tweede, als je echt te veel zuurstof in de weefsels krijgt, dan kan dat leiden ertoe dat allerlei moleculen die je niet wil ook gaan oxideren. En daarom is de juiste zuurstoftoevoer niet te weinig, maar toch ook niet te veel, heel erg van belang. En dat EPO, dat zorgt er dus voor. Want als die nieren wel genoeg zuurstof krijgen, dan zullen ze veel minder EPO gaan maken en zal de productie van rode bloedcellen dus weer teruglopen. En die rode bloedcellen gaan niet zo lang mee, dus zo kan het keurig in evenwicht blijven. Zorgt er natuurlijk wel voor dit proces dat als je van zeeniveau naar hele ijle lucht in de Himalaya gaat, dat je daar wel even aan zou moeten wennen. Want die rode bloedcellen worden natuurlijk niet zo even in 3 kwartier aangevuld dan. Nou kunnen hormonen op 2 manieren eigenlijk hun werking in andere cellen uitoefenen. Natuurlijk is het cruciaal dat die cellen er receptoren voor hebben voor die hormonen, want anders dan doen die hormonen gewoon niks in die cel. Maar die receptoren kunnen eigenlijk op 2 verschillende plekken liggen, namelijk in het cytoplasma. Dat betekent dat die hormonen de cel vanzelf min of meer moeten kunnen binnendringen. En omdat de celmembraan een beetje vetachtig is met die fosfolipiden die daarin zitten, geldt dat voor vetachtige hormonen eigenlijk. Die kunnen door de celmembraan heen en die kunnen dan in de cel, in het cytoplasma, aan een receptor binden. En dan kunnen ze dus daar het een en ander gaan doen. Wat kunnen ze dan gaan doen? Ze zullen over het algemeen overgaan tot genregulatie. Ze zullen een gen aanschakelen wat iets moet gaan doen omdat dat hormoon er naartoe gestuurd is om dat voor elkaar te krijgen.
Nou, als een bepaald gen aangaat, dan wordt er dus messenger RNA gemaakt en er wordt eiwit gemaakt van een bepaald type. En dat type, dat kan dus weer zorgen dat het, bijvoorbeeld als het een enzym is, dat bepaalde omzettingen gaan plaatsvinden. Het kan ook zelf weer een receptor eiwit zijn of zelf weer een ander soort hormoon zijn enzovoort. Dit zijn natuurlijk processen die hier heel in het algemeen beschreven zijn, maar die voor allemaal verschillende hormonen, allemaal verschillende effecten wel met zich mee zullen brengen. Dit is dus als de receptor in de cel zit en dus de hormonen de cel gaan binnendringen voordat ze iets gaan teweegbrengen in die cel. Dan hebben we dus bijna altijd over genregulatie. Nou, zijn er ook hormonen die de cel niet zomaar binnenkomen? Die zijn dan dus niet zo vetachtig, want dan zouden ze wel door de celmembraan heen kunnen. Maar andere vormen van hormonen, dan heb je een receptor eiwit op de celmembraan nodig. Daar gaat het hormoon dan op koppelen. En dat complex, dat activeert dus eigenlijk die receptor en die gaat dan aan de binnenkant van de celmembraan iets doen. Een zogenaamde second messenger vormen of activeren, afgeven. En die gaat dan in de cel aan de slag met alle vervolgprocessen die nodig zijn. Bijvoorbeeld een enzym activeren en dat enzym kan dan ook weer andere dingen activeren of andere signaalstoffen activeren enzovoorts enzovoorts. Het eindresultaat kan ook hierbij genregulatie zijn, maar dat hoeft dus niet. Het kan ook een reactie in cytoplasma zijn. Allerlei mogelijke verschillende manieren waarop zo'n hormoon dan indirect zijn invloed in die cel uitoefent als die aan de receptor op het celmembraan gebonden is. Adrenaline en noradrenaline die werken bijvoorbeeld zo, die gaan op een second messenger binden, ook al kunnen ze best wel de cel in, en het gebeurt dat soms ook, zullen ze dus die cellen gaan. Niet vetoplosbare hormonen gaan dus ook niet die cel in en zullen op zo'n receptor op de membraan binden. En soms is het zo dat één enkel hormoonmolecuul wat aan de receptor bindt een behoorlijk uitgebreid effect heeft, omdat er niet per se één second messenger in de cel wordt vrijgemaakt. Dat kunnen er misschien ook meer zijn, maar zeker ook kan die ene second messenger weer allerlei, als het een enzym is, allerlei andere moleculen omzetten. En dan kan je een hele waterval, oftewel signaalkaskade van verschillende reacties in die cel teweeg brengen met dat ene hormoonmolecuul. En kan de invloed van dat ene molecuul dus behoorlijk ingrijpend zijn eigenlijk. Nou, dit waren nog een paar dingen die wat dieper gaan op hormoonwerking. Tot een volgend filmpje maar.